Ik had net mijn half jaar stage gehad. En toen had ik in de planning om een jaartje gaan werken en dan een half jaar die bijbelschool te doen. Maar na die stage heb ik 4 dagen op mijn contract gewerkt en toen werd ik ziek. Vrijdagmorgen mocht u om 7:30 voor de scan komen. Ja, toen hebben ze meteen gezegd, lymfekanker, non-Hodgkin. Een tumor van een halve voetbal achter mijn borst. Achteraf hoor je dat een stuk of 10 specialisten toen om zijn bed hebben gestaan verschillende keren. Van, wat gaan we doen? En ze zei, ja, dat gezwel moet kleiner. Anders gaat hij gewoon dood. Ja, het is echt gek hoe een leven zo ineens kan veranderen in een korte tijd. Hoe ik en mijn familie zoiets hebben doorstaan. Als moeder wil je helemaal niet dat je kind chemo krijgt, maar ook weer wel natuurlijk. Hij heeft zoveel maanden op die bank van ons gelegen. Nu heb ik binnen een kortere tijd dan ik had gepland dat geld bij elkaar moeten sparen. Dus ga ik nog een sponsortocht doen. Ik ga 200 kilometer fietsen vanaf de Eemshaven, noordelijkste puntje vasteland van Nederland, naar huis. En dat je ook soms nu nog niet kan geloven, van, heeft hij kanker gehad? Ja, dat ik in januari gewoon voor een half jaar naar het buitenland kan. Ik ben heel dankbaar dat ik dat kan doen.